Dan gaan we voor de derde poging, dames en heren. Gebeurt niet vaak dat er zo vaak achter elkaar een valse start gemaakt wordt. We gaan ervan uit dat deze een grotere kans van slagen heeft. Maar zekerheid hebben we nooit. Het record staat overigens op 7 valse starts achter elkaar. Het was tijdens een Emmeloord een paar jaar geleden. En de starter die dag was dezelfde als vandaag, Hans Beukema. De man die altijd kritisch is, maar goud eerlijk, recht door zee. Maar we zijn weer op weg naar de baan. Startgevallen. Nu zijn ze wel weg en het is Apache Wolfhorn die de leiding gaat nemen. Tweede plek daarachter voor Beauty Charisma en dan valt er een gat naar het tweede band. Tweede band dat wordt aangevoerd door Zephyr en achter Zephyr ligt Kryptonite. En achter Kryptonite aan de buitenzijde ligt Wonderboy. Zo gaan de paarden de eerste bocht door. Galoppaarden van de 9, Cabina's Girl in het achterveld. En zo gaan de deelnemers de rechte lijn voor de tribune met aan de leiding Apache Wolfhorn. Apache Wolfhorn leidt met nog 3 ronden te gaan. De kampioen van het gras dit jaar. Op de tweede plaats erachter Beauty Charisma. Dan valt er een gat naar Zephyr, die ligt derde. Vierde is Kryptonite. Vijfde aan de buitenzijde Andries van Unia. Zesde aan de relingzijde heeft wat moeite met die bocht. Wonderboy gaat nu ook van de benen. En aan de buitenzijde wordt hij gepasseerd door Aruba BB. Zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde in en Apache Wolfhorn heeft er zin in vandaag. Apache Wolfhorn 2-3 lengte voorsprong op de tweede plaats Beauty Charisma. 4 lengte daarachter volgt C4 en daarachter aan de buitenzijde Wim van der Mespel met Andries van Unia. Tempo flauwt niet af vooraan. Jeffrey Miras blijft gas geven. Dat is ook de enige juiste tactiek op Leek. Langzaam rijden, dan help je de deelnemers mee die achteraan zijn begonnen. En dat moet je eigenlijk niet willen. En dat wil Jeffrey Miras ook niet. Met nog 2 ronden te gaan leidt hij makkelijk met Apache Wolfhorn. Apache Wolfhorn heeft een 1,5-2 lengte voorsprong. Aan de buitenzijde komt nu Beauty Charisma iets dichterbij. Daarachter aan de relingzijde Zephyr. Daarachter in het tweede spoor Andries van Unia. Dan Kryptonite. Daarachter in het tweede spoor krijgt een aansporingje Aruba BB. En een paar lengten daarachter Wonderboy. Zijn de paarden weer in de rechterbocht. En het is nog altijd Apache Wolfhorn die leidt. Apache Wolfhorn, galoppaard aan de binnenzijde. Korte fout was dat. Nu een langere galoppaard. Galop nummer 2. En die is eruit. Beauty Charisma eruit. En zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde door. Apache Wolfhorn, nu gevolgd door Zephyr. Daarachter aan de buitenzijde gaat Kryptonite. Die gaat naar plaats 4. Plaats 3 aan de buitenzijde is voor Andries van Unia. En zo liggen die 4 paarden dicht bij elkaar. De deelnemers komen de rechte lijn voor de tribune weer in. Nog altijd dezelfde leider, Apache Wolfhorn. Als hij vandaag wint, pakt hij hele kostbare punten en kan hem eigenlijk de titel paard van het jaar op het gras niet meer ontgaan. Zou een mooie bekroning zijn van een mooi seizoen, maar Zephyr gaat hem nu aanpakken in de slotronde. Daarachter op plaats 3 is het Andries van Unia. Vierde Kryptonite, vijfde aan de buitenzijde is het Giel Wildhagen met zijn uitgeschakelde paard. En daarachter aan de relingzijde volgt Aruba BB. Zo zijn de paarden voor de laatste keer in de rechte lijn overzijde. En Apache Wolfhorn lijkt bezig aan een gezondheidswandeling. Het kost allemaal heel weinig moeite op. Plaats 2, Zephyr, die heeft er veel meer moeite mee. Geldt ook voor Andries van Unia en Kryptonite. Kryptonite die zijn trainer graag wil bedanken met een mooi verjaardagsgeschenk. Maar dan moet er een wondertje gaan gebeuren. Want voorlopig ligt hij ver achter de leider. Die leider is inmiddels halverwege de laatste bocht. En het is Apache Wolfhorn die als eerste in de laatste rechte lijn komt. Apache Wolfhorn, de rest van het veld ruim daarachter. En dus gaat de snelste draver op gras vandaag weer winnen. Het is een ABC'tje om in de termen van de eigenaar te blijven. Voor Apache Wolfhorn wint het heel makkelijk. Tweede plek is voor Kryptonite. Mooi gelopen. En plaats 3 is aan de relingzijde voor Andries van Unia.